En dan ging ik eigenlijk met een heel goed gevoel ging daar weer weg. En ik stapte op mijn fiets zo en toen dacht ik van, dan ga ik nu die poster kopen voor het Witte Zwijntje. Maar wat gebeurt er? Onderweg naar de posterwinkel kwam ik voorbij een fopwinkel. Ja, dat vind ik... Ik schitter. Zo, een feestartikelenwinkel. Met van die gekke dingen. Weet je hoe die heet in deze? De gebakken poets. Ja! Wat snap je van? Poetsbak, snap je? Maar dan zit het in touw. Maar het... Ja, en dan hebben ze spullen, jongen. Dat is zo lak. Bijvoorbeeld, hebben we van die fopkots. Dat lijkt kots, maar dat is helemaal geen kots. Ja. En die leg je dan ergens neer zo. En dan komt er iemand voorbij zo. En die kijkt zo en die zegt, wat is dat nou? Dan zeg je, dat is fopkots. Oh. Of zo'n nepdrol. Is ook... Leg je op de piano, dan komt er iemand. Hé, hey, wie heeft dan op de piano gescheten? Niemand, dat is een nepdrol. Oh, maar mijn persoonlijke favoriet is en blijft de praatstok. Hè? Dat is schitterend. Zo'n praatstok, die neem je mee naar de hondenrennen. En dan staat iedereen zo naar die honden te kijken. En als niemand oplet, tik je op de grond en hoor je zo. Pak een biertje. En dan... Wie was dat? Dan zeg je, oh, dat weet ik niet. Zeg je dat? Maar dat weet je natuurlijk wel. En dan kijken ze weer allemaal naar dat. Pak een biertje. Tot er iemand zegt van... Hé, maar... Het zal die stok toch niet zijn? Dan zeg je, jawel, dat is een praatstok. Of van die nep limonade. Denk je, lekker limonade bij een maat zo ziek als een hond. Weet je, juist. Ik moest daar naar binnen. Dus ik ga er naar binnen. Ik zeg, hey, fopwegexploitant. Maak je borst maar nat, want ik ga wel even heel erg veel fof over, dat weet ik wel. En ik begin zo te rapen, Al ik zo'n stapel fof spullen. Ik kwak op die toonbank, die man zegt nog feestje zeker. Hij zegt niks feestje, gewoon voor mezelf, moeite ermee, lul. Haha, aanpakken die gasten, goed. En die twee tassen chock vol met fof spullen. En ik heel blij weer naar buiten zo. La 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 la, kom ik buiten, fiets gejat. Kut! Ik was zo kwaad. Ik denk, ik laat het er niet bij zitten. Ik trek al mijn kleren uit, maak er een pakketje van, terug die fopwinkel in. Ik zeg, hier fopwinkel exploitant, pas jij zo lang aan mijn kleren? Ja, graag, zei hij. En ik spier naakt met die fopspullen naar het politiebureau. Want ik dacht, als ik naakt naar het politiebureau ga, zou je zien, word ik veel eerder geholpen. Nou, ik kom daar, wat blijkt, moet ik godverdomme net zo lang wachten als al die andere mensen. Dus ik moet je voorstellen hoe ik zit en hoe ik daar zit. Zit ik daar op zo'n stoel, weet je wel? Zo'n stoel die je niet kan bewegen omdat die vast zit aan de muur. Dan zit ik daar, emotioneel, geknakt, gebroken. Niks meer van over, spiernaakt, met twee tassen vol met fopspullen.